Goeiedag. Ik ga een porseleinen kom maken zoals de kommen die hier staan. Je ziet hier verschillende patronen. Streepjes omhoog, liggende streepjes. Hier allerlei verschillende vlakken waar ik stukjes in heb gezet. Dit is op de draaischijf gemaakt. Het is een combinatie van verschillende technieken. Plakken waar ik op de draaischijf aan verder werk. Dit is waarom ik zo verschrikkelijk van porselein houd. Dat het delicaat en transparant is. Dat je eigenlijk hier in de bodem je hele vingerpatroon, hoe die gemaakt is, kun je zien. Een deel van de witte porselein heb ik gemengd met kobaltoxide. En als je me vraagt hoeveel, dan is dat natte vingerwerk. Van deze twee kleuren klei maak ik laag om laag gemarmerde lappen. Dit is het lapje waar ik nu de kom van ga maken. Ik draai de lap steeds op een schoon stukje krant, zodat ik het blauw niet te veel door het wit heen veeg. De lap is nu lang genoeg voor een totale kom en heeft een dikte van om en nabij de 2 mm. Dus dit is oké. Je moet het vrij snel doen allemaal, want anders droogt het veel te veel uit. Ik ga hem op maat snijden. Ik heb een recht stukje nodig hier. En nou is dit stuk eigenlijk net heel interessant. Dus ik ga hier een stukje aanbreien. En hier zijn die kleine restjes dan heel mooi voor. Kijk, ik kan hier zo'n blauw lijntje aan maken. Tot een cilinder vormen. Maar zonder dat er een verdikking is waar ik hem aan elkaar heb gemaakt. Dus dit schuin ik af. En dat doe ik hier ook. Ik snij het een beetje in. En we vouwen hem rond. En met een heel klein beetje slip die verbinding. Het is natuurlijk een plaats die een beetje natter is dan de rest, dus die droog ik nog even. Nu is het een kwestie van heel goed de maat nemen. Ik ga eerst de bodem draaien. Zorgen dat er geen lucht in komt. En dan neem ik net genoeg voor de bodem. Dat je extra hebt aan de binnenkant van de kom straks. En dan gaat nu de cilinder erop. En je ziet binnen sluit hij bijna aan. En ik kan dat restje klei nu aandrukken in die hoek. Zodat ik dat niet hoef op te vullen met een sliertje klei. Een rolletje. En buiten heb ik genoeg om het aan te laten sluiten. Dan kun je in porselein heel mooie decoratielijntjes zetten, dus dat doe ik hier. En die
laat ik golven. Ik draai nu de cilinder nog iets meer op vorm, dat het niet zo'n strakke lijn meer heeft. Klein beetje bolling erin. Ik moet de buitenkant niet aanraken, want dan wrijf ik het blauw door het wit heen. Dus alleen van binnenuit geef ik wat druk en ik houd hem hier bovenaan vast, dat ik hem niet uit balans breng. Nu ga ik de heater gebruiken om gedeeltelijk te drogen, onderaan wat en hier bovenaan. Als ik dat met een gasbrander zou doen, dan droogt er eigenlijk te veel tegelijk. Bovendien wil ik dat de huid vooral droogt en niet binnenin. Het is maar 2 mm dik en toch wil ik dat het binnenin nog zo nat mogelijk blijft, zodat ik nog steeds kan vormgeven. Dan zul je zeggen, waarom zet je het niet een dagje weg en doe je de volgende dag het volgende? Maar mijn ervaring is dat het allemaal beter werkt als ik dicht bij het proces blijf. 9,5. Dit wordt de bovenkant en die komt straks op zijn kop op het kommetje. Exact. Ik haal binnenin iets weg zodat mijn draad er straks goed onderdoor loopt en buiten. Ik droog hem zodat hij onderaan aan te pakken is, dat ik hem gewoon op zijn kop op de kom kan keren. De vatting die houd ik nat. Voor het lossnijden van porselein heb ik een ontzettend dun draadje. Het is niet getwijnd, het is zo dun dat het nagenoeg geen porselein meeneemt. En deze past erop. Ik maak hem even weer nat, zodat ik dit nog uit kan draaien. Het moet nog goed aangesloten worden binnenin. En dit kan ik weer optrekken en vormgeven. Hier zet ik weer van die kleine randjes in en boven die punten onder een drinkrandje afmaken en goed aansluiten. En ook dit bovenste deel. Kijk even drogen, snel en oppervlakkig met de heater los. En ik neem de maat voor de standring. 9. Thank you.
om, zodat ik hem zo meteen op kan pakken en op de kom kan monteren. Het kleine flapje wat ik binnen aan die voetring had zitten, kan ik nu aandrukken hier naar beneden. Het is nu nog zo zacht, daarom draai ik hem ook van natte klei en zet hem er zo onder, want ik kan hem hier nu nog vorm geven. Boven die punten die ik in de kom heb gevormd, maak ik kleine punten. En een klein bolletje klei. Voor mijn stempeltje. Nu heb ik heel veel de heater gebruikt. En de kom is dus niet heel egaal nat of droog. Om hem verder te laten drogen, zet ik hem eerst op zijn kop op een stukje papier. En ik doe er een gevouwen cilindertje van krantenpapier omheen. Mocht het nou te veel tochten in deze ruimte, en dat komt altijd van maar één kant, dan droogt de kom toch heel egaal.